Yes guys! Oké, hoezo ga ik Engels praten? Lieve, yo, goed te kijken naar deze gloednieuwe video van FIFA. Ja, en de Season Rewards zijn weer. Ja, zijn alweer. En terwijl we hebben weer de Season Rewards van Rivals. Ik heb niet kunnen spelen, want ik moet ook. Ja, ik moet even zoveel mogelijk spelers traden. Want ja, dat is dus beter. Ik heb het dus gehoord. Ik heb het dus gehoord van, ja, daar heb ik eerder ook wel eens mee gespeeld. Jori heet die. In ieder geval, hij zit ook in EG Discord. Is dan mod. Maar join ze ook even de EG Discord. Maar hij zei dus, squad battles, speel ze niet. Ga ze niet spelen. Het levert, het is heel saai. Het is saai. En het levert heel weinig op. Dus ja, dan weet ik dit. Dan weet ik dit gewoon zo lekker. Dan weet ik het. Bedankt in ieder geval voor de tip. Want ja, hij was laat bij mijn stream speelde. En ja, hij zei dus dit. En dat is dus heel fijn dat hij dat zei. Dus nu ga ik dus gewoon geen squad battles doen. Want ja, het lijkt me tering saai. Maar ja, als je er heel veel munten bij kreeg, oké, dan zou ik het wel doen. Want dan heb je gewoon lekker heel veel munten en een mooi teampje. Maar dat ga ik dus niet doen. Alleen als ik straks alles heb opgeleveld. En dan, ja, dan misschien. Maar in ieder geval. Maar ik ga misschien squad battles sowieso doen. Voor zoveel mogelijk geld. Maar we gaan dus nu naar de video. We gaan naar de gameplay, jongens. Omdat ik heb niet meer echt dingetjes te zeggen. Ik hoop wel even dat we wat lekkere spelers krijgen. En, ja. En ook. Ja, in ieder geval, check even al mijn socials in de beschrijving. En EG socials, ook natuurlijk. En dan gaan we dus nu naar de gameplay. Ik heb trouwens even die ene spelers, wat ik toen had. Die er maar even terug op zetten. Ik heb wel iets in winkel. Dus we gaan eerst even deze denk ik openmaken. Oh. Dus dit dan weer voor. Oké. Ja, hier heb ik dus gewoon geen ene flikker aan. Dan doe ik het weer verkeerd. Maar we gaan dus nu. Wat staat er nu? Oké, ja. Heel fijn dus, jongens. Oh, echt. Dit is de reden waarom ik gewoon bijna geen FIFA meer speel. Je hebt gewoon bijna geen leuke reward. Ja. Ben je geen. Ja, niet na een divisie hoger en heb je geen winst gepakt, dan krijg je niks. Zo is het gewoon en dat vind ik zo niet leuk, jongen. Echt. Dit is gewoon de reden waarom ik daarom gewoon ook niet meer zo vaak doe. En dan, ja, dan mogen ze het laten zien. Oh, zo jammer dat ik daar niks aan heb. Dan gaan we gewoon echt even kijken voor een. Ik moet eigenlijk even iets anders. Gewoon een. Eentje waar je dan. Iets wat verhandelbaar is. Of als ik er dan niks aan heb, dan heb ik altijd. Dan kan ik die altijd nog. Maar echt, wie vindt dit seizoen eigenlijk ook gewoon zo. Of deze FIFA gewoon niet leuk. Hoe dat ze hebben gedaan met die rewards dingen. Je kan gewoon niks. Je kan niks. Dat is zo jammer. Echt, ik vind het gewoon zo jammer wat FIFA heeft gedaan met dit. Echt, denk hier bij deze FIFA echt alleen maar aan de. Ja, gewoon.
Of kakeraak van de Team of the Year. Oké, Spanje. Ja, hier heb je dus ook gewoon je ene vlek eraan. En dan zo jammer dat je gewoon niet bent in leven. Maar ja, die kan je altijd gebruiken voor dingen. Terwijl voor, ja, voor een andere NPC. En dan gaan we even naar mijn team, want ik had iets veranderd. Ja. Zoals je ziet, ik had Mr. Rasmus toegevoegd. En nu staan we dus zo. Ja, ik weet, ik ging eigenlijk voor dingen, maar ja. Met deze gaan we gewoon heel even erop zetten. Nee! Waarom doe ik dit? Ik heb hem gewoon lekker opgezet. Zo vaak ik. Wat is. Ja, die moet ik eigenlijk gewoon bewaren. Alleen nu. Ik ben aan het denken, zou ik deze nog opzetten of niet? Kijk maar hoeveel van die spelers ik heb, wat ik... Ja. Wat je gewoon niet kwijt krijgt. Misschien staan er hier nog een paar. Oeh. Video afsluiten. En ik hoop jullie genoten hebben van de video. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Zit te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarnaast op dat belletje wat naast de abonneerknop staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik zoals altijd. Adios.